welkom bij weer een nieuwe rit. We gaan naar Waalwijk toe. Vanaf Benthuizen. We hebben net uitgereden. We rijden nu richting de A12. Om daar zo naar de A20 te gaan. Vandaag 5 maart alweer. Het is carnaval in het zuiden, dus ik hoop dat het daar kan gaan laden. Niet dat ze opeens met een feestneus oplopen en zeggen, ja, jammer joh, ik ben te laat. Of jammer joh, morgen weer een dag. Dan moet ik namelijk onverrichte zaken terug. Maar als het goed is, moet ik geholpen. Maar dat zien we dan alweer. Het is 8 graden op het moment. Half bewolkt, nou ja, redelijk bewolkt. Lekker zonnetje, lekker wat tussendoor. Redelijk wat wind. Gisteren waaide het echt keihard. Vandaag is het wat iets minder. Het is heerlijk weer op achterglas te zitten, zeg ik dan maar. Er kan ook af en toe wel eens een bui vallen, dus misschien dat we dat ook nog onderweg gaan krijgen. Geen idee. Zoals je links onderin kunt zien, is het tegen 10:30. En de verwachte aankomsttijd is zo 11:45, zo'n beetje. Niets geks tegen gaan komen. Dus dat is een lekker ritje. Ik zou zeggen, enjoy the ride. Wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer je dan even op dit kanaal. Dan hoef je niets te missen als er weer een nieuwe upload is. En druk dan ook even op het belletje ernaast. Dan krijg je er ook een melding van. Lekker makkelijk. Een week geleden was het nog 2 keer zo warm. Toen was het nu al 16 graden. Toen werd het gewoon 20 graden op dinsdag. En het is voor de tijd van het jaar nog steeds te warm. Alhoewel in maart, hè, maart roert zijn staart, doet wat hij wil. Dus we hebben eigenlijk een hele week lang fantastisch weer gehad. Lenteachtig weer tegen het zomers aan. En nou moeten we weer even afzien en daar kan je wel eens flink verkouden van worden. Want wordt gauw overmoedig, hè. Lekker in je t-shirtje naar buiten, dat kan nu echt niet meer. Ook ik heb een lekkere kriebel in mijn keel, dus je zal me wel eens wat horen hoesten. Proberen dat tot een minimum te beperken. En anders zet je geluid lekker uit en zet je lekker zelf een muziekje aan. Dat kan natuurlijk ook. Maar ja, dan hoor je natuurlijk niet wat ik allemaal te vertellen heb. En of dat veel of weinig is, geen idee. Wacht het maar af. Ik ga eens even beginnen met een boterhammetje te eten. Gelijk al, ja, want het is 10:30. Ik heb alweer een natte rug. Nou, niet net begonnen of zo.
wederom geen haast. Nou, hoe komt dat? Nou ja joh, straks op mijn gemak hier verladen, op het gemakje terugrijden, ergens lossen en dan nog een rit erachteraan, dan is de dag weer voorbij. Dus het is nog steeds niet wild. Dus aan de ene kant heel jammer. En aan de andere kant, ach ja, ook wel eens lekker als rustig is. Maar... over de nieuwe weg gaan, de nieuwe verbindingsweg tussen de A12 en de A20. Dat kan, maar het kan ook nog steeds zo. En ja, we ontlopen elkaar niet zo heel veel. En daar sta je stil, hè, in het kader van dat. Maar ik vind het leuke rijden. Kijk, zie je een beetje aan de rechterkant in beeld Nesselanden, die hoogbouw. De eerste hoogbouw die je ziet, kijk je nog verder. Heel in de verte zie je Rotterdam, het centrum. Dat hier vandaag gewoon te zien is. Hemelsbreed is dat niet zo ver als dat het over de weg is, maar dat is eigenlijk altijd.
zo voor Zevenhuizen langs gegaan. Richting Nieuwekerk en IJssel. Hier naar rechts zou gaan, dan ga je naar Nesselanden, een wijk in Rotterdam. Als carnaval even naar het zuiden te rijden. Waarom? Ja, veel bedrijven zijn dicht. Wat ik al zei, ik hoop dat ik geladen word. Als het goed is wel, want ze verwachten me denk ik. Dat zou klaarstaan. Maar het zal allemaal niet zo heel snel gaan, ben ik bang. Want we willen wel op halve kracht lopen. Vanwege de carnaval. Je wil weten waar ik mee rijd en dat je nog niet weet uit eerdere video's. Ik rijd met een Renault T64 Comfort Cabin. Sleeper Cabin moet ik zeggen ook. Met daarachter geplakt een 1360er Cool Trailer. Hij vindt dat die 13,6 meter lang is. De trailer zelf. De hele combinatie is 16,5 meter van elkaar. In lege toestand wegen we zo'n beetje, wat zijn? Een toertje van 18, 19. En met een beetje weinig zon doet hij zo. Nou, laten we hem met
geluk hebben dat we de hele tijd dan wel en dan geen zon hebben. Ik probeer het een beetje in de gaten te houden voor je, dus dat het lekker licht. Ja, zo zie je wel even. We zijn inmiddels op A20 aanbeland. We rijden nu richting Rotterdam. Langs Capelle aan de IJssel. Alexanderpolder. Dan gaan we zo dadelijk de A16 op richting de Van Brienoordbrug. En dan die blijven een poosje volgen. De A16. Richting de Drechttunnel. A59 gaan we eraf. Af te gaan. Ja, dan ben ik alweer bijna op de plaats van bestemming, maar zover is het dus nog niet. Krijg geen spijt, gordel om altijd. Ja. Lifesaver. Zij ondersteboven het water aanbeland, dan kunnen er wel eens paniek uitbreken. Nou ja, we gaan ook al het donker, hè? Ongelooflijk. Hier de spits in. A16 op.
aan linkerzijde Alexanderpolder, met daarin alle wijken. En rechts Kralingen. Zou gaan en dan kun je twee kanten op richting Kapelle aan IJssel en Rotterdam Centrum. En Rotterdam Centrum benader je dan via de Maasboulevard. Recht voor ons doemt de Van Brienenoordbrug alweer op. De Maas over. De Maas. Ja. De Maas. Nee, de Hollandse IJssel is het volgens mij, want de Maas is nog een stukje zuidelijker. Als je namelijk uitvaart dan. Nee, ik zeg niet eens weten hoe het daar zit. Een stukje uitvaart, dan kom je namelijk in Krimp aan IJssel terecht. Ah, nee, zie je daar, ja, hij vertakt hier. Naar rechts is de Maas waarschijnlijk en naar links is de Hollandse IJssel. Weet je wat, zoek het lekker even op Google, ik weet het niet. Ik ben chauffeur en geen schipper. Ik wil ze achter donker is, want het is hartstikke licht buiten. Dat is iets beter, denk ik. Ik wil de camera man, joh.
door het tegenzonnetje. Daar kan ik eigenlijk vrij weinig aan doen. Dus nou ja, we gaan het even kijken of het lukt. We zijn hier nooit over gegaan en de baan naar rechts komen vanaf de A15 erbij. Naar de A16 wilde. Die er rechts bij kwam, ja, die rijdt even een kilometertje per uur harder. Daar blijven wij nou netjes achter. Even 1 kilometer achterlopen, want om een iets groter ruimte te creëren. De ruimte wel erg klein. De deur is nog steeds helemaal kut. Nu zijn we bij Hendrik in de Ambacht. H.I. Ambacht. Ik moet zeggen dat het nog steeds redelijk rustig is op de weg, ondanks dat het dat Midden-Nederland waar de vakantie alweer van over is. Maar het zuiden heeft nu vakantie. Daarnaast is het carnaval en er gaan ook veel mensen van boven de grote rivieren naar het zuiden om carnaval te vieren. Of op wintersport. Daar is natuurlijk ook nu de tijd voor. Dus ja. Ik denk dat het vanaf volgende week op de weg weer een stuk drukker gaat worden. Dat het ook qua werk weer wat drukker gaat worden. Dat heeft allemaal wel met elkaar te maken natuurlijk ook.
En bij Dordrecht was het Drechttunnel waar we net in zaten. Er zat nog links een aardig filetje vanaf het zuiden. Gelijk een dagelijks dingetje ook. Maar hier een spanband op de weg. Twee stuk zelfs. Ik was er eentje tegengekomen. Er moet er wat verloren zijn. Is dat toch een aardige file? Kan te maken hebben met dat de tunnelbuis afgesloten is of vanwege een ongeval. Dat weet ik dus niet. Ik hoor op de bak nog wat. Is. Spanbanden verloren. Kennelijk. Er is nog al een derde liggen. Ik vind nog wel op de uiterlijn gieren. Ook schuimwind van opzij, de schuimwind tegen, nu op dit moment. Merk je uiteraard ook in brandstofverbruik. Ja, dat zijn nog even die weinige dingen waar je niets aan kunt doen. Vele dingen eigenlijk. Ik moet zeggen, ik ga eens een keertje niet tegen de wind inrijden, want ja. Zo
zou nog een bepaalde kant op moeten. Zo naderen we de Boerdijkbrug. Splitsingen A17 en A59. Dus de A17, via de A17 kun je op de A59 komen. Richting Zierikzee. Zeg maar West-Brabant in. Wij gaan straks ook de A59 op, maar dan de andere kant op.
raar beeld. Die zon krijgt het beeld niet helemaal lekker. Ik weet niet of constant zonnig zijn of constant bewolkt, maar volgens mij is er wel wat te zien. En zo niet, joh, dan zet je toch lekker een ander videootje aan. We gaan straks ook nog proberen om de terugreis te filmen. Ja, waarom? Ja, dat is toch altijd weer anders. En de een wil dit zien en de ander wil dat zien. En het is toch puur voor mezelf dat ik het nog eens een keertje kan terugbeleven eigenlijk. Maar ik zie aan de statistieken van de geüploade video's, ook van de ritjes, dat er toch best wel naar wordt gekeken. Dus niet massaal, zeker niet, maar er wordt wel naar gekeken. Dat vind ik wel leuk eigenlijk. Als je een van die kijkers bent, nou dankjewel voor het kijken. Nee, hij is nog niet afgelopen, gaan we nog niet weg. We zijn er nog niet. Ja, ik heb ook wel zien dat het zonnetje tegen hebben. Het glinstert een beetje op de weg. Ja, een beetje, het glinstert behoorlijk op de weg. Dan zit je ook met mijn zonnebril op. Dat zie je namelijk niet zoveel. Word je gewoon verblind. Ook zo'n dingetje in de auto, hè. Goede zonnebril is echt enorm belangrijk. Of het nou in een vrachtwagen is of in een personenauto, in een busje, het maakt echt niet uit. Zorg ervoor dat je een goede zonnebril hebt, niet eentje van 5 euro bij de speelgoedwinkel vandaan of wat dan ook. Zo'n krijgertje is ook vaak niks. Bril met polariserende glazen erin, of wel Polaroid brillen. Dat is eigenlijk het beste, want die zijn ontspiegeld. Over het algemeen. En die verhinderen dat jij gevaarlijke straling binnenkrijgt in je ogen. Ja, bijzonder, mijn ogen zijn wel belangrijk. Een van de belangrijkste instrumenten. Als je chauffeur bent. Na hier de afrit A59. Als je denkt van hé, die weg die ken ik, die gaat richting de Efteling. Ja, helemaal goed. Er zit Waalwijk ook vlakbij, hè, natuurlijk. Kaatsheuvel. Hier is Waalwijk, hier vandaan ook Kaatsheuvel. Kind zijn er wel eens flink zenuwachtig van worden als je die kant op ging. Zenuwachtig voor blijheid. Ik vind het ook wel leuk hoor, pretparken, maar om nou te zeggen dat ik er zenuwachtig van word, nee. Opgewonden, nee. En meer in de zin van wat gaat het maar nou weer kosten. Het kaartje voor de Efteling is overigens gestegen dit jaar naar 40 euro per persoon. Nou, dus als je met z'n viertjes bent, een gezinnetje met z'n viertjes, ben je 160 euro kwijt. Oh ja, dan komt wel een tientje parkeren bij als je met de auto gaat. Zo'n 170 euro. Dan moet je er nog heen, eenmaal terug. Nou, laten we zeggen dat dat toch nog eens 20 euro op brandstof is. Hangt er een beetje af waar je vandaan komt, maar oké. Dan zit je eigenlijk al op 190 euro. Laat dat even afronden naar boven. 100 of 2. Dan ben je alleen maar binnen. Dan wil je nog wat eten en wat drinken. Nou, ik weet niet of je de prijs daarvan kent daar. Maar... broodje knakworst is geloof ik al 4,5 euro. Ik ben er onlangs op geweest eventjes, op uitnodiging. Ik ben echt gewoon weer verbaasd over heel veel dingen. Die prijzen, ja, ik snap dat ze geld willen verdienen, maar man. Als jij in de bijstand zit met je kindertjes, dan kan je daar dus nooit meer naartoe. Echt van mensen met geld is dus nu inmiddels. Sommige mensen kiezen er niet voor om in de bijstand te zitten. Erbij die er wel voor kiezen. Zeker wel. Daar heb je veel medelijden mee. Even het beeld lichter maken, zou dat beter. Ja.
maar 200 euro met z'n viertjes even naar de Efteling te gaan. En dan nog eten en drinken erbij. Nou, reken er minimaal 50 euro, anders heb je geen niks. 12,50 per persoon. Een patatje en een broodje en een blikje frisdrank. Dan zit je er zo aan. Moet je niet gek doen. Maar goed, dan zou je het maar kunnen redden. 250 euro. Dagje Efteling. Beetje goed zoet, dan kan je er een heel weekendje voor weg. Zeker als je een caravan hebt. Maar goed, we kunnen het niet helemaal afzeiken. Het is wel een van de mooiste parken die we hebben. Alhoewel ik wel even een kanttekening erbij moet plaatsen dat... De laatste keer dat ik er was, toch wel vond dat een aantal attracties wel even aan onderhoud waren. Een beetje onderhoud nodig hebben. Een beetje veel ook. Ik stapte die Fata Morgana even in. Wat een oude tering zo is dat, zeg. Verschrikkelijk. Totaal niet meer van deze tijd. De helft doet het niet. Alle special effects. Ja, dat is zonde. Betaal je zoveel geld voor entree, dan had de harkje zoveel geld er binnen het hele jaar door. Het hele jaar door open. Dan kan je nog niet eens even zorgen dat je attracties allemaal in de dikke orde zijn. Dat vind ik dan wel schandalig. Ja, alles draait om de cijfers, hè. Geld maar binnenkomt. Zorgen ze met die prijsstellingen wel voor dat andere parken ook weer wat te doen hebben. Want dan gaan de mensen toch eerder kiezen voor een wat goedkoper park. Zeker als je wat minder kanaakjes hebt. Onlangs even in Duinrail geweest met de kinderen. Dat was gewoon leuk. Maar niet zo groot. Maar wel heel erg leuk. Het favorietpark voor ons is dan toch ook al Walibi Flevo. Dat ook nog Six Flags heeft gegeven. Dat is ook een enig groot achtbanenpark. Nou eerlijk, daar worden we hartstikke blij van. Oosterhout, Oosterhout West hebben we hier de afslag al van. Oosterhout heb je ook de mogelijkheid om te vertoeven. De katjeskelder zit daar, hè? Daar ook wel eens geweest. Kom maar nog camping bij ook. Ja, camping, de katjeskelder en vakantiepark, huisjes.
dat heb je dan ook eens per jaar een hele grote kermis staan. Ook al eens geweest. Echt leuk. Ik loop het hele centrum mee. Heel erg gezellig. Als je daarvan houdt, google dat maar eens. Kermis Oosterhout, dan kom je dat vanzelf tegen. De kermissen die ik al heb gezien. Zeker 's avonds. Nou, over het Wilhelminakanaal. Verkeerslicht op een snelweg, je maakt in Nederland eigenlijk niet zoveel meer mee. En dit is een van de weinige punten die dat nog heeft. Kriebel in mijn keel, ken je dat? De halve nachten niet doorgeslapen. Elke keer als ik een beetje in slaap dreigde te vallen, kwam die kriebel ineens weer opzetten. Dan hoest je jezelf weer wakker. Om 10:30 op bed gisteravond, ik heb het gewoon 3 uur zien worden. Nou, zit je te liggen te vloeken in je nest, om te slapen. Ja, daar ben je helemaal opgefokt van, dus dan slaap je helemaal niet. Man, een drama. Je kan er eigenlijk beter gaan uitgaan. Overleven het wel weer. Tenminste, daar ga ik er max 1/2 maar van uit. Ik heb nog geen dubieuze dingen gefilmd vandaag. Wordt het onderdeel dubieuze dingen onderweg. Ik ben nog niks geks tegengekomen. Dus ook als dat rustig op de weg is, dan maak je er niet heel veel mee.
vaak als druk is dat mensen fouten gaan maken. Ik heb voor de komende donderdag wel weer een en ander klaarstaan. Ja, hoeveel het gaat worden hangt even af wat er nog bij gaat komen. Ik probeer elke donderdagavond een nieuwe aflevering te uploaden. Heb je dat nog nooit gezien? Daar zou ik zeer zeker even kijken. Einde van dit filmpje krijg je er een linkje naartoe. Straks in beelden staan. Naar alle vlogs. Maar die vlogs staan dus ook de dubieuze dingen onderweg afleveringen. Maar dat varieert van een weet je wat, kijk zelf op. Luchtige manier gebracht, gewoon, weet je, niet met een wijzend vingertje. Dat is allemaal niet heilig was dat maar het is gewoon even leuk om dat. Wat je met één deskje allemaal filmt per week, om even achter elkaar te zetten. Wat toch wel dubieuze acties zijn. Tenminste, dat vind ik leuk. En aan de videostatistieken zien meerdere mensen. Ook maar niet massaal, nee, maar wel meerdere mensen als die deze ritjes bekijken. Ik kan me wel voorstellen, want ja, iedereen heeft tijd om even een uur of anderhalf even naar zijn ritje te gaan zitten kijken. Maar ja, als je verder nergens komt en dus wat van Nederland wil zien, dan is het misschien toch wel leuk om dit aan te zetten. En daar heb ik ook wel het een en ander aan reacties van ontvangen. Mensen die dat inderdaad leuk vinden, nou, hartelijk dank daarvoor. Ook als je nu zit te kijken, blijf vooral reageren ook. Natuurlijk over die prijzen, er kwam er nu net voor even een reclametje voorbij van Albert Heijn die dan 10 euro korting geeft met een spaaractie. Ja, dat soort acties, daar moet je wel aan meedoen natuurlijk als je naar de Efteling wil met je gezin, want dan kan je dan inderdaad als je met z'n vieren bent gewoon 40 euro uitsparen. Ja. Dan kost het nog maar 210 euro zo'n dagje Efteling in plaats van 250 euro inclusief alles. Heel tof. Zo komen wij in Waalwijk aan, tenminste de afslag Waalwijk. Recht voor ons.
we gaan dus niet richting de Efteling. Helaas, pindakaas. Even een baantje omschuiven. En nog allemaal een baantje omschuiven. Hoppatee. Ik neem een luxe auto, maar die moest weer even op zijn rem. Want ja, ik moet op deze baan hebben. Kijken waar ik er weer heen moet, want ik ben hier al een tijdje niet meer geweest. Ik denk er weer rechtdoor. Ja. Ik ga hier ben op het industrieterrein. Ik zie het op het bord staan, ik ben er echt. Hier zetten ze de carnavalsplaats nou niet bij op het industrieterrein. Dat zou heel veel mensen niet begrijpen. En ik ga hier afscheid van je nemen. Ik zou zeggen dankjewel voor het kijken, tot de volgende. Waarschijnlijk gaat de terugreis er ook op, dus dan kan je ook erin stappen. Lijkt me gezellig. Voor nu! Groetjes en toedelalooki. Doei!